We zijn een landelijke bereden brigade en vanuit daar worden we dus ook door het hele land ingezet als operationele ruiter. Het is dus heel wisselend en heel divers welke inzet je draait. Zo hebben wij veel ceremoniële taken, die iedereen ondertussen al kent, met Prinsjesdag, de geloofsbrieven. Maar we hebben ook operationele taken, zoals hier de controles op de militaire oefenterreinen en de grenscontroles, waar we dan op bebost gebied ondersteunen bij de collega's die de controles daar houden. We hebben een samenwerking met de politie. We starten dus daar ook altijd op met de paarden. We maken ze gereed voor vertrek, voor onze inzet. En vanuit daar gaan we naar de locatie toe. We beginnen dan op locatie met een briefing vaak. Daar worden we op de hoogte gebracht van alle ins en outs in dat betreffende terrein. En dan zadelen we de paarden op. We stappen te paard het terrein in. De paarden zijn goed inzetbaar voor dit werk, omdat je op het paard veel overzicht hebt en je kan dingen goed zien en goed horen. Tijdens de controle hebben we verschillende dingen die we kunnen tegenkomen. Zo kunnen we sommige dingen zelf afhandelen, dus een wandelaar of een fietser. Maar soms hebben we ondersteuning nodig van de collega's op de motor of met de Amarok. En die sturen wij dan aan of wij vragen hulp via de porto. Het mooiste aan dit werk vind ik eigenlijk de combinatie tussen de paarden en mijn gewone werk op de brigade. Paarden is altijd al mijn hobby geweest en dit is een super mooie combinatie.